Wij organiseren vandaag de Veiligheidsdag. Dat doen we alweer voor de vierde keer. Ja, veiligheid hoort bij ons bedrijf. En we willen natuurlijk hebben dat iedereen elke dag met heel veel plezier lekker gaat werken bij ons. Uiteindelijk moet iedereen weer veilig in huis. En dat is pad geslagen. Natuurlijk het hele thema voor vandaag. Met jou ligt de halve hand eraf. En dan denk jij, dat had ik kunnen zijn. Maar als je gaat kijken van ja, voor wie doe ik het nou echt? Dan zijn dat wel die mensen. Veiligheid is natuurlijk aan de ene kant regels, misschien een vinkenlijstje, hè, zo staat het bekend. Maar veiligheid is vooral gedrag. En we proberen vandaag alles te vertellen over veiligheid. Het ochtendprogramma is vooral preventie, door middel van 6 prachtige toolboxen. Hele oefening. Doordat wij alle toolboxen hier centraal geven, zijn wij in staat om een veel betere kwaliteit aan te bieden. Kunnen we samenwerken met onze ketenpartners, met wie we eigenlijk het hele jaar al samenwerken. En die we dan nu uitnodigen voor een veiligheidstoolbox over een specialistisch onderwerp. Bijvoorbeeld over elektriciteit, bijvoorbeeld over bouwliften. Ik vond een leerzame dag. Hè. We hebben vanmorgen dus de toolboxen gehad. Ja, het is wel weer even wennen zo'n dagje natuurlijk. Ik bedoel, te bouwen lopen of hier is wel even heel wat anders. Ja, dan word je weer een beetje opgefrist. Ongeluk zit in een klein hoekje, dus eigenlijk altijd wel goed opletten, zeg maar. Ja. Veiligheid is het belangrijkste wat er is, denk ik. We moeten ook gewoon open en eerlijk over zijn. Koelen, koelen, 112 bellen en de ademhaling doen. Dat schuim wat er is, dat blijft. Wat Haafkes hier doet, is eigenlijk het hele bedrijf dichtgooien en zeggen het voltallige personeel moet de hele dag bezig zijn met veiligheid en dat tussen de oren krijgen. En als meer bedrijven dat zouden doen, dan zou die sector denk ik vrij snel verbeteren.